waanzinnig gave wagen als deze. Dames en heren, de top limousine van BMW. Dit is de BMW i7. En hij is groot. Hij is enorm. Natuurlijk vroeger hadden we de korte versie en de verlengde versie. En deze, ze hebben één maatvoerder, die is standaard langer dan de vorige verlengde versie. 5,39 meter lang. Dat is ook langer dan bijvoorbeeld een S-klasse, dan een Audi A8, wat dan ook. Dit is gewoon de langste sedan. En ook de breedte, 2,19 meter. Nou ja, wat heb je daar nou aan? Vraag je af. Kijk, je ziet natuurlijk heel duidelijk een hele lange motorkap. Nou ja, je staat denk ik een i7, elektrisch, dat klopt. Wat heb je daar nou aan? Nou, grappig is, bij BMW, ze hebben dus deze auto gemaakt voor elektrisch, maar ook, en daar komt hij. Later komen ook nog twee PHEV, plug-in hybrids, ook nog een diesel uitvoering. Ja, dat komt dan daaronder te liggen. Dat is dus een andere, daarin hebben ze een andere keuze gemaakt dan bijvoorbeeld hun concurrenten bij Mercedes. Hè, want de EQS is een hele andere auto, veel meer gericht op stroomleiding. En dat merk je ook als je erin zit. Deze auto is gemaakt om, jawel, rechts achterin te zitten. Dames en heren, dit is de allerbeste elektrische auto om in gereden te worden. Dat staat mij het buiten kijf. Nou, we gaan uiteraard zo meteen even erin zitten hoe ik daarbij kom, waarom het allemaal is. Maar eerst eventjes deze kleur. Dit is een two-tone color. Hè? Dat zie je, kijk hier, donker, helemaal streepje, hier licht. Prachtig. Kost wel een paar centen. Vind je dat aan? Dan ben je 12.500 euro verder. Nou ja, het kost een procent. Ja, en anderzijds, als je toch eens met de auto los gaat. Kijk, standaard is die auto. Okay. Het is niet een goedkope segment, hè. Vanaf 145.000 euro, zoals die auto hier staat, 209.000 euro. Jawel, hier is nog voor een, ja, toch voor een leuke 5-serie aan opties aangevinkt. Ook de M-pakket, dat zie je. En hier is een beetje alles op en aan. We hebben een theater aan boord, we hebben een Bowers & Wilkins, een audio-installatie waar je u tegen gezegd. Oh ja, en wat ook wel leuk is, het is bijna jullie op wielen, want Swarovski. Swarovski in deze daglijnverlichting en met name in het donker. Dat is zo ontzettend mooi en het is zo ontzettend niet nodig, maar heel gaaf. Gaan we even klein hinken, een klein stukje door naar de grill. Hij heeft de statuur van een Rolls Royce, hè? Zie je? Hij is behoorlijk bam, hier ben ik. Niet zo gek, want hè, BMW en Rolls Royce, dat zijn zusjes, broertjes van elkaar. En pakket is een zwarte, donkere, dikke grill. Wat hij alleen mist, je kan ook nog zo'n lesstempje hierbij bestellen, wat eromheen. Dan zie je in het donker heel mooi. Heeft deze niet, ga er niet moeilijk over doen. In zo'n lel van de wagen, dat is ook een beetje kofferruimte om nodig mee te nemen. En, nou ja, kan echt wel wat mee. Maar er zijn merken met meer ruimte. Je hebt hier 500 liter, dus meer dan genoeg om je kinderstoel mee te nemen en je sporttas. Nou, natuurlijk kan je in theorie omruilen voor jouw golfclubs. Dus niet de ruimste. Maar ook niet te weinig. Nee. En weinig meer Rolls-Royce terugziet, moet je opletten. En dan zou hij verder open moeten gaan. Dat doet hij niet. Ga het nog een keer doen. En weinig meer Rolls-Royce terugziet, komt hij. Knopje. En dan? Misschien even een handje helpen. Hoppatee. Maar dan gaat het ook voor achter. Hou ervan. Het zal je gebeuren. Ben je wegrijden, ben je vergeten de deuren achter dicht te doen. En het regent er zo in storm. Wat doe je dan? Precies. Bijna. Deur dicht en weer omhoog. Hard.
Hoor je dat? Goed luisteren. Nee, precies. Hij is heel erg stil. Dubbele beglazing. Goed geïsoleerd. En dat verwacht je ook in zo'n limousine als deze. Het is zo ontzettend rustig aan boord. Heerlijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Met rijden. BMW. In ieder geval ook hè, de M-Sport. Dat denk je van joh. Hè, klinkt als sportief. Ja, en dat is hij niet. Nee, het is niet de dynamiek wat je misschien verwacht bij een, wat je krijgt bij een BMW 5-serie. Of, en misschien nog beter, misschien de actie de Grand Coupé. Dit is een limousine om rustig mee te rijden. Natuurlijk heerlijk afgeveerd, uiteraard luchtvering. Maar ook snel als je wilt. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een bak aan vermogen bij ons. We praten over 540 pk. Die tot jouw beschikking is als jij hier op het stuur de boost-knop indrukt voor de launch control. Ga ik even testen, uiteraard. Verder, ja, Frank. Ik vind het eigenlijk wat lastiger, want ja, BMW, is het dan voor echte BMW-rijders? Bedieningsgemak, BMW's, ergonomie is vaak heel dik voor elkaar. hier, kijk, we hebben hier een scherm, een gecurved scherm, bijzonder goed afleesbaar, keurig en het reageert heel snel op wat ik aan wil. Wat misschien een dingetje kan zijn van, hij is natuurlijk alles digitaal en een hele apps hier al, allemaal apps, 100.000 apps, dat is erg fijn. Maar mijn beleving is net even één knop te ver verwijderd voor hetgeen wat ik wil. Dus je moet een klein beetje vrienden met die auto gaan worden om dat door te hebben van waar het allemaal zit. Dit is ook nog deze, kijk, dit middenkost op het ook Swarovski bedieningspanelen. Ja, we zijn allemaal bekend met de iDrive, wel bekende iDrive die er gelukkig nog steeds in zit, want dat werkt gewoon zo ontzettend lekker. Het ziet er prachtig uit, misschien een klein beetje gevoelige vingerafdrukken. Ja, het zijn meer op mijn vette vingers dan over het materiaal, zal ik het ook bekijken. De beleving hier aan deze auto, het is, ik vind het echt rust en het is ontzettend chic. Ik heb hier hele mooie Alcantara bekleding. Ik heb hier prachtig leder dashboard met heel mooi, is dat echt hout? Zo klinkt dat niet. Die ziet er heel mooi uit en dus hè, de Interaction Bars van Swarovski Kristal. Ook grappig is, je ziet hier geen ventilatieroosters. Dat zit er heel subtiel onder verwerkt. Dat is heel langzaam. Interieur inblaast. En zelfs de boxen, de speakers, Bowers & Wilkins, het prachtige geluid. Heel mooi zijn vormgegeven. Het is niet alleen maar het geluid wat eruit komt. Het design is over nagedacht. En dat is heel erg fijn. Dak, groot panoramadak. Kan niet open. Ja, waarom is dat zo? Nou, ik denk dat het mee te maken heeft natuurlijk het gigantische scherm. Ja, weet je, als je het dak openzet en je doet per ongeluk het scherm naar beneden, je bent aan het bioscoop kijken achterin, dakje open, ja, dan waait je scherm weg. Heb je geen scherm meer? Dat wil je niet. Nou, zonder gekkigheid, ik weet niet waarom het niet open kan. Ik denk echt dat het daarmee te maken heeft, maar dat weet ik niet. Ik heb hier de boostknop, even op. En dan heb ik 10 seconden lang vol gas. Nou, dan heb je dus gewoon 10 seconden lang vol gas. Totdat je weer remt. Snel zat. Concurrentie, ja, dat is er wel en toch ook weer niet. En dat moet ik even toelichten. Natuurlijk, in de basis denk je bij een 7-serie precies aan de Mercedes S-Klas en Audi A8, hè, de Duitse 3. En ja, die S-Klas, ja, die is misschien ietsje beter op comfortgebied.
Audi 8 heb ik niet mee gereden, kan ik niet veel over zeggen. Maar die S is er niet als elektrisch. En hoe zeg je, ja, ho, dat is wel, ja, wacht even. De EQS. Maar dat is echt een andere auto dan de S-klasse. De EQS, natuurlijk de hyperscreen, hypermodern, ziet er schitterend uit. Maar achterin, deze, de 7-serie, die heeft gewoon echt meer ruimte achterin. Chinese merken, hè, bijvoorbeeld de NIO ET7. Ja, ruim achterin, maar toch wel gemaakt voor wat kleinere Aziatische mensen. Niet voor mensen van 1,95 meter, zoals mij en vele andere Nederlanders slash Europeanen. Het is even prima wagen, maar niet de kwaliteit van deze wagen. Hetzelfde geldt voor de Lucid Air. Hè. Onlangs ook meegereden, dingen dan 1100 pk. Kan je voor kiezen, krankzinnig, bloed en bloedsnel, Amerikaans en gewoon niet, ook niet de kwaliteit van deze auto. En ook daar achterin zit oké, maar een piepje en kraakje. En hier heb je geen piepjes en kraakjes. En als ik ergens gevoelig voor ben, ik wil geen piepje en kraakje in mijn leven. Eigenlijk heel zagrijnig worden. Hij is zonder gekkigheid. Dit is in ieder geval, als je gereden wilt worden, elektrische zaken, dan is dit wat mij betreft gewoon de allerbeste. En ja, tuurlijk, hè, we hebben ook nog De Porsche Taycan, een hele andere auto, dynamisch, sportief, je voelt alles. Daarmee ga je het circuit op, dat is leuk, dat is een hele andere beleving. Audi e-tron GT, RS met zelfs, Porsche ook nog mee mogen sturen. Bloedsnel, compleet andere auto. Achterin, joh, ik zit erbij spreken, ik zit opgevangen. Nee, dat is een rijdersauto en hier een laadje rijden. Hier gaat onze minister-president of koning Willem, die gaat lekker achterin zitten. Laptopje erbij, opschoten, want geen tafels achterin. Eerst was allemaal kosten mee, maak je geen zorgen. Dus ja, lijstje rijden. Elektrisch, minister van duurzaamheid. Je kan niet onderuit, dit is hem. Ja, nou jij weer. Ja, en nou toch lekker erin zitten. Letterlijk, want deze stoelen, ja, die zijn heel erg lekker. Goed verstelbaar. Je moet wel, soms ben je even, net even een stapje, moet je meer doen dat je misschien gewend bent als je uit de BMW stapt, uit een vorige generatie. Maar die stoelen zitten heel erg fijn, hè. Soms mis je in de bocht een klein beetje de tegendruk, maar goed, dat kan ongetwijfeld. Misschien instellingen zou ze heel goed kunnen. Heel zacht leder, heerlijke voor thuis. Ja, je krijgt gewoon uren in rijden. En nog steeds opgewekt, vrolijk uitstappen. Het enige is misschien het hoofdstukje dat zit vast. En ik mis een kussentje. Ik wil hier een kussentje in mijn nek hebben. Dat vind ik lekker. Maar goed, ik kan hem ook natuurlijk van de achterbank afjatten. Dat is misschien een ding. En daarover gesproken, als jij inderdaad achterin zit. Veel ouders kan ook het hoofdstukje naar voren klappen, zodat je beter zicht hebt naar voren. Deze zit vast. Dus je moet een beetje omheen kijken om iets te willen zien van de weg. Maar ja, anderzijds, als je achterin zit, dan ben je druk, dan ben je aan het bellen, je bent aan het werken. Dus waarom zou je naar buiten kijken? Nou, ook weer getackled. Mooi. Wat ook weer heel tof is, zijn de modussen. Kijk, als je zegt, Digital Art, de Interaction Bar, die je hier ziet over de breedte van het dashboard, die verandert mee. En kleur zegt, ik ben in een sportieve bui. Zie je? Heel erg mooi rood. Ook heel tof is de alarmverlichting. Doe ik eens eventjes die op efficient. Druk de alarmverlichting en dan. Dat is nu heel erg gaaf gedaan. Wat ook heel tof is, is dat de auto gevaar ziet. Als dan we open, druk op het knopje. En als de auto gevaar ziet, zie je? Dan gaat dit knipperen. Ja. En hij stopt de deur. Ja, een luxe zaak is er dan, hè. Rechts achterin. De chauffeur kan gewoon daar blijven zitten, knoppie en hop, hij gaat dicht. En oh jongens, wat is dit fijn. Dit zit zo, kijk, een kussentje. Alles is verward, ook de zijkant. De beneden en ook hier is verward. Ik kan hier mijn telefoon opladen. Ik kan hier een drankje in doen. Dat is allemaal leuk. Maar het belangrijkste, wat ga je doen? Precies, die stoel moet naar voren. Dus, ik heb hier een heel mooi schermpje. Druk hier op een
knopje, de lichtstand. En wisselmomenten, even doorspoelen, want het kost even tijd. Geduld hebben, heb ik niet heel veel, dus maar goed. Als je achterin zit, waarschijnlijk maak je lange rit, dus heb je alle tijd om erin te stellen. Terwijl de chauffeur lekker naar beginnen aan de toe moet. En dan gaat het verder en verder en verder. Nou, maar goed, dat zijn we nog niet. Kijk, en dan begin je bij mijn stoel te bewegen. Ja, dan gaan mijn voetjes die gaan omhoog. 1, 2, ja, oh jongens, daar gaat hij. Kijk, oh, voetenbandje erbij. En ik zit als een koning, heerlijk. Dat is nog maar beginnen. Ik zei het al, theater aan boord van een auto. Nu opletten. Knopjes. Display. En dan. Oh, dit is zo magnifiek. Goedemiddag. Dat kan je wel zeggen, ja. Ik heb hier een enorm touchscreen die het nou gelukkig of uiteraard niet doet. Want ja, ik heb hier geen wifi. Dat is een optie, moet je aanvinken, dat heb ik allemaal niet. Maar het maakt niet uit. Waar het om gaat is, op dit scherm kan je lekker YouTube kijken. Ik kan voor mij zelfs een gameconsole inploggen. Ik kan YouTube films bekijken. Ik kan lekker Netflixen. Het weerbericht. Hier zit je helemaal in je eigen privé. Zo lekker rustig dit. Hier kom je tot rust. Ah, jongens. Oh, ik heb zo'n zwaar leven. Dat is niet te doen. Oké, we moeten door. Eigenlijk zit je hier. Het is super belangrijk, zo te zijn. En dan ben je aan het bellen. En als je nou een telefoongesprek hebt met je vrouw, of met je minnares, of iets anders wat misschien de buitenwereld niet mag horen. Nou ja, goed hè. Los van de dubbele beglazing hier, nou, kan je zeggen, joh, van gevoelsmatig doe ik alles even dicht. Maar ook als je aan het bellen bent, zelfs jouw chauffeur, die mag niks horen. Er zit een systeem in. Hier heb je in jouw hoofdsteun heb je speakers. Dan kan alleen jij het horen. Dus al zit je bij elkaar op nog geen meter afstand van elkaar, alleen jij kunt horen wat er gezegd wordt. Dat is nog eens discretie. Ja. Ik voel me echt een lucky bastard dat ik hier niet mee mogen rijden. De BMW i7. Ja, hoe is het dan bevallen? Hij is fenomenaal. En grappig vind ik van, het is misschien niet per se de meest mooiste design. Het is niet de snelste. Niet de beste actieradius, maar de statuur. En het komt met name door de voorkant, waar ik moet eerlijk gezegd echt gaan wennen aan het begin, maar... Hier ben ik. Het is een lel van de wagen. En nogmaals 5,39 meter. En het rijdt zo vreselijk goed. Je zweeft. En ondanks dat het... Kijk, hier staat er dus. Hè, dit is een M-pakket. En nee, hij rijdt niet sportief. Het is een onwijs chique sedan. Waar je achterin gaat zitten. Of als je zelf rijdt. Vermijd kleine straatjes. Want dat is een beetje onpraktisch. Ik zou ook andere dingen denken. Van, nou ja, dat... Hadden ze iets ergonomisch gekund, wat we ook van BMW zijn. Maar in het algemeen... Ja, ik ben wel een klein beetje verliefd geworden, moet ik zeggen. Maar hij is heel erg... Hij is heel donker en dat geeft wel echt een dikke voorkomen wat hij is. Je kan ook voor andere kleuren kiezen en dat geeft Max zo'n verschil bij zo'n mastodont als deze. Hij is echt geweldig. Schitterende wagen. Als jij jezelf vaak laat rijden en je wil een duurzame tour, dan is dit jouw auto, dames en heren. Deze moet je dan kiezen. De BMW i7. Topwagen.